Jolante en Wesley zijn in Amsterdam voor de belangrijkste bekerwedstrijd van het jaar. De koppel Cabau, ja, dat is iets van de familie Cabau. De ene keer moet je als koppel moet je een liedje zingen of je moet een act of een clip naspelen. En dan de beste wint uiteraard de koppel Cabau. Deze broek van Wesley. Ik ben benieuwd wat hij zo gaat zeggen. Dat voor broek, hé. Sinds Wesley voor de charmers van Jolante geval is, bestaan zijn outfits niet langer alleen maar uit voetbaltenues. Even serieus, je moet me helpen. Ik moet het straks in mijn eentje doen. In het begin was ik een beetje terughoudend, maar nu eigenlijk de laatste jaren is dat gewoon... Ja, dat is een ding bij ons. En elk jaar hebben we eigenlijk wel 2, 3 van dat soort feestjes. Ik was in het begin ook dat ik dacht van ja, hoe moet ik nu weer verkleed? Maar nu bedenken we samen de thema's. Of sterker nog, ik bedenk ook wel eens een thema. De dresscode van dit jaar is piraat. Voor Jolante reden genoeg om helemaal los te gaan in iedere on- en offline feestwinkel. Wat heeft papa nou? Ja, die is zich aan het scheren en aan het doen, aan het voorbereiden. We moeten straks weer acteren. Weet je nog vorig jaar dat we die Barbie-clip gingen opnemen met kerst? Ja. Dat papa als Barbie verkleed ging? Ja. Dat was echt fantastisch. Hoor. Want ja, je ziet natuurlijk, langzaam gaat dan iedereen even dat kamertje in. Hè. Dat wordt dan, Jolante regelt altijd dat het ook gefilmd wordt. Hè. En we gingen helemaal los en het was allemaal geweldig. En dan de volgende dag werd dus die clip werd afgespeeld. Nou ja, op een heel groot scherm. Ja, ik zag het allemaal voor me en ik zit zo te kijken. Ja, daar kom ik zo. Maar uiteindelijk was ik, wij waren... Wij waren winnaar van de Coppa Cabau, want ja, we hebben de meest gekke dingen gedaan. Come on Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl, in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party. Ik heb me zo laten gaan, omdat ik hem zo graag wilde winnen. Als je me nu vraagt van doe het nog een keer, zeg ik nee. Ja, dat zal allemaal wel. Maar nu zijn titel op het spel staat, gaat Wesley er helemaal voor. Nou, dit jaar moeten we een scène uit de film doen. Mijn papa wil die van Scarface. Het is een film voor grote mensen. Zo'n enge film over schieten en zo. En nou is papa zich heel goed aan het voorbereiden. Want hij wil natuurlijk die prijs weer winnen, die Coppa Cabau. Die we vorig jaar hadden gewonnen, weet je nog? Die moeten we zo weer mee terugnemen. Misschien wint nu iemand anders hem. We moeten wel goed ons best doen. Dat is 1. Even kijken hoor. Ja. Liefje, we moeten echt een beetje opschieten, hè? Snijder junior heeft duidelijk de winnaarsmentaliteit van zijn vader. Dat ding hoort gewoon hier in Amsterdam. Simpel zat. Kijk eens even, wat een lekker ding. Oh, wat ben je mooi, liefje. Ja, nee, ik kan niet die Nike Air Max doen. Nee, wat moet ik dan? Even iets anders. Wil je maar even doen? En waar is papa's... Kijk. Bandje. En hier. Hij doet wel deze schoen aan. Ik heb geen andere schoen. Hé, lief. Pak even boven andere schoenen uit je kast. Je hebt zoveel schoenen boven staan. Tijdens de Coppa Cabau krijg je geen punten voor je outfit. Al is het wel een goede manier om te imponeren. Wie de beker wil winnen, zal toch echt moeten kunnen acteren. Ik draag deze op. Hou hem nog maar even goed vast, want we raken hem waarschijnlijk straks kwijt. We hebben helemaal niet goed gerepeteerd, hè? Nee, maakt niet uit. Maar ja, jij kent je tekst al 2 weken uit je hoofd. Je hebt het mij even snel laten zien. De eerste 3 jaar was ik er heel dichtbij. Dan heb ik hem niet gewonnen. En daar baalde ik van, want ik wil alles winnen. En alles is de Coppa Cabau. En zeker ook om te laten zien van hier ben ik jongens, ik ben ook in de familie. Ik wil hem nu hebben. Als dat maar gezellig wordt. Een boot vol fanatieke piraten die elkaars bloed wel kunnen drinken. Coole boot, Jess. Hey. Hallo. Goed kijken, jongens. Dat is je laatste jaar, jongen. Even goed kijken. Ja, de Coppa, dat is wel een dingetje, hoor. Maar eerlijk, de mannen vooral, want die hebben toch wel die onderlinge strijd.
We hebben hem zelf gelukkig één keer mogen winnen. En ja, dan ben je wel het hele jaar het mannetje in sommige gesprekken. Gevochten zal er vanavond niet worden, maar er is natuurlijk alle ruimte voor een verbale strijd. Misschien een klein puntje. Heb je wel goed vast, die beker moet groot, jongens. Geen vingerafdruk ook wel, hè? Ik ben niet gewend zo'n beker. Alles wat Wesley doet, doet hij om te winnen. Hij zal weken in trainingskamp om straks de perfecte Al Pacino op de mat te leggen. De afgelopen 2 weken, elke dag als hij me belde. What you doing? Die heet het Al Pacino nadoen. Ik zeg, hallo, kan je even normaal doen? Als ja, ik zat helemaal erin. Oh, die Copacabou, dat is het hangijzer. Dat is de ultieme prijs die je kunt krijgen in onze familie. Dat is echt heel belangrijk. Het zijn rivalen dan, hè? Echt rivalen. En die knokken natuurlijk, maar wow. Wow. Ja, de Copacabou is heel speciaal. Heel speciaal. Ze willen hem allemaal winnen. Na het nodige opwarmen is het dan eindelijk zover. Alle koppels moeten zich omkleden voor de grote wedstrijd. De verkleedkist kan voor de 2e keer open. Nee. Hier heb je nog haar. Nee, daar moet je even zo. Marie van de Vemprekijk hier. Wesley doet ook in deze kleedkamer waar hij goed in is. Zijn medespelers op scherp zetten, zodat iedereen weet wat hij straks moet doen. Je wilt toch die beker winnen of niet? Hè? Kijk, dit is papa, dit ben ik. Kijk, dan hou je papa tegen, zie je dat? Je wilt toch die beker winnen? Ja, dan moeten we serieus spelen. High five. We gaan hem winnen. Tjaka. Ja, ik denk dat Wesley en Jolante wel de fanatiekste zijn. Omdat dat acteren en dingen doen, dat zit in Joden bloed. En Wesley wil gewoon niet verliezen. De Copacabou kan beginnen. Jolante's zus Debra trapt af met een uitgekiende uitvoering van Lady en de Vagebond. En ook zus Kalien kiest een klassieker. Voor heel even zijn ze niet aan boord van een piratenboot, maar van de Titanic. En dan is het zover. De titelhouders stappen het toneel op. Oké, wij zijn aan de beurt. Ja. Komt Jess? Ja. Ja. Zit hier water in? Ja. Oké. Iets te veel, denk ik. Nee, helemaal. 1, 2, actie! You don't even know how to be honest! Fuck you! Do we ever go out without 6 thugs hanging around us? Anytime? I've got Nick, the pig, as my friend. What kind of life is that, Tony? I'm leaving you. I'm done with this shit. Let her go, man. Another Qualucci, she's gonna love me again. Wesley is niet alleen een spijkerharde middenvelder. Hij weet ook precies hoe hij deze moeilijke rol moet tackelen. What are you looking at? You need people like me. So you can point your fucking finger and say that's the bad guy. So say goodnight to the bad guy. Goodnight. Come on. Make way for the bad guy. Vorig jaar hebben wij hem voor het eerst gewonnen. En de jaren daarvoor was Wesley echt elke keer, want hij is echt een winnaar, hè? Was hij echt gepikeerd. En ik zeg, Wes, je kan niet altijd winnen, weet je wel, dat is het nou. Maar hij heeft die winnaarsmentaliteit, wat heel goed is, want dat heeft hij nodig in zijn vak. Maar het is grappig als het in familie komt. En andere zwagers hebben dat ook. Als alle broers en zussen een filmscène hebben nagespeeld, worden de punten verdeeld. Gabier, Jolanda's jongste broer, hield zich de hele avond wat afzijdig. Als chef puntentelling moet hij immers van onbesproken gedrag zijn. Ik heb hier een beker. Het zijn twee mensen die hard hun best hebben gedaan. Dat is wel goed opgeteld, die punten. Waarvan één persoon toch blijkbaar echt...
het zich helemaal naar zich toe heeft getrokken door het best wel realistisch neer te zetten. Chalant en Wesley! Yeah! Champions League. Vamos! Ja, ik zei het al. Yes! Yes! Mag ik hem vasthouden? Mag ik hem aanraken? Dank je wel. Een geweldige avond. En ja, dat is het mooiste wat er is. Als je zulke avonden kan beleven samen met families. Ja, dat is helemaal mijn ding, hoor.